Patience, ook wel bekend als solitaire, is meer dan alleen een spelletje kaarten. Het is een manier van leven. Het is een uitlaatklep voor stress, een manier om je geest scherp te houden en een manier om jezelf te vermaken als je niets te doen hebt. Hier zijn enkele van de vele voordelen van het spelen van patience. Patience is een geweldige manier om je stressniveau te verlagen. Als je gestrest bent, neem dan een pauze en speel een paar potjes patience. Het is een geweldige manier om je geest te kalmeren en je zorgen even te vergeten. Het is een geweldige manier om je brein te trainen. Het spelen van patience vereist dat je geconcentreerd blijft en je hersenen gebruikt om problemen op te lossen. Het is een geweldige manier om je geheugen en cognitieve vaardigheden te verbeteren. Je kunt het overal spelen. Of je nu in de trein, op het werk of thuis bent, je kunt altijd een potje patience spelen. Het is een geweldige manier om de tijd te doden en jezelf te vermaken als je niets te doen hebt. Patience is een geweldige manier om jezelf uit te dagen. Als je altijd wint, probeer dan eens een moeilijker niveau of speel tegen andere mensen. Het is een geweldige manier om jezelf uit te dagen en je vaardigheden te verbeteren. Het is een geweldige manier om nieuwe vaardigheden te leren. Als je het nog niet hebt geprobeerd, zijn er veel verschillende soorten patience om uit te proberen. Elk type vereist verschillende strategieën en kan je helpen nieuwe vaardigheden te leren. Het kan een geweldige sociale activiteit zijn. Patience spelen met vrienden of familie is een geweldige manier om tijd door te brengen en plezier te hebben. Je kunt zelfs een toernooi organiseren en zien wie de beste is. Patience is een geweldige manier om jezelf te belonen. Wanneer je eindelijk dat laatste kaartje omdraait en het spel wint, geeft dat een gevoel van voldoening. Het is een geweldige manier om jezelf te belonen voor het werk dat je hebt gedaan. Kortom, patience is een geweldig spel dat veel voordelen biedt. Het is een geweldige manier om te ontspannen, je geest te trainen, nieuwe vaardigheden te leren en tijd door te brengen met vrienden en familie. Dus waar wacht je nog op? Pak een kaartspel en begin met spelen.